We zijn vandaag bij Etteveert Keertje, het glazen huis van Doetinchem. Wij gaan even kijken wat hier te beleven is. Wat vindt u van het glazen huis hier in Doetinchem? Prima. Prima, ja. Dat ga ik vaker zien, elke jaar herhaalt zich dat weer. Vindt u het doel van dit jaar goed, waar ze voor inzamelen? Ja, ik vind het een hele goede instelling. En moeder Theresia Stichting komt als hulp. Ja. Heel duidelijk. Heeft u zelf al gedoneerd of bent u van plan dat te doen? Ja, ik heb het gedaan. Ik heb het 4 keer. Nou, we staan nu in het glazen huis in Doetinchem en naast mij staat een van de radio-dj's. Hoe is het bevallen tot nu toe? Nou, dat is eigenlijk helemaal leuk. Het is echt heel erg goed. Het gaat hartstikke goed. We hebben een hartstikke leuk druk weekend achter de rug met heel veel mensen die komen kijken op het Simonsplein. Die ook via de radio en allerlei digitale kanalen ons een warm hart toedragen en de stichtingen een warm hart toedragen. Dus nee, we zijn heel tevreden tot nu toe. En als de mensen jullie willen bereiken of willen doneren, waar kunnen ze dat dan doen? Nou, ze kunnen vooral hier langskomen bij het Simonsplein en hier door de brievenbus een donatie doen. En ze kunnen dat ook via Twitter doen met @rtvketje of via Facebook. En ze kunnen ons vinden via rtvketje.nl. En wat is het goede doel waar jullie je hart voor maken? De Moeder Theresa Stichting, dat is een stichting uit Ulft die zich inzetten voor de allerarmsten in Roemenië. Daar zijn wij zelf ook naartoe geweest in september. We hebben daar met eigen ogen gezien wat voor armoede daar heerst in een land binnen de EU, wat eigenlijk heel dichtbij is. We zijn er al met de auto naartoe gereden binnen een dag. En ja, daar is echt heel veel hulp nodig en zij doen daar fantastisch mooi werk. En daarvoor proberen we geld op te halen. De voorlopige tussenstand stond gisteren al op ruim 24.000 euro. Vanavond is de actie afgelopen en dan is het wachten op het volgende glazen huis. Marijs Loetjes vanuit Doetinchem.